Wat moet je doen als je als handelaar met al je kostbare handelswaar regelmatig er nog het zee over moet steken? Dat is behoorlijk gevaarlijk, dan kan het goed spoken. Dan plaats je een altaartje. Een altaartje waar je dan kunt offeren aan Nehalennia, de godin die je zou moeten beschermen tijdens die gevaarlijke zeereis. En hier zie je zo'n altaartje. Dat is precies wat Marcus, zouthandelaar Marcus, heeft gedaan. Dat altaartje is gevonden in Zeeland. Maar Marcus had zijn handelshuis in Keulen. En hij reisde naar Engeland. Hij was wat je noemt een internationale handelaar. Maar altijd bang voor stormen op zee natuurlijk. Er waren er nog veel meer. Over die Rijn, dat was een hele belangrijke handelsverbinding, gingen allerlei grondstoffen. Ging ook wijn, ging er in grote schepen overheen. Maar Marcus die handelde in zout. Hoe verliepen al die handelstransporten? Hoe reisden ze? Waar reisden ze? Langs welke steden? Langs welke plaatsen? Om dat in kaart te brengen moet je een heleboel gegevens verzamelen. En dat bij elkaar brengen in een enorme databank. Dan ga je langzaam de patronen zien. Dan ga je zien waar de handelshuizen stonden, hoe de karren reden. Dat is een enorm werk. Maar zo kom je langzaam achter hoe de economie van het Romeinse Rijk in elkaar staat.